Hallo en welkom bij een nieuwe moestuin vlog. Vandaag zijn we 9 juni. Nu ga ik met enkele stokken een constructie maken voor verschillende types bonen die ik wil laten groeien in de tuin. Constructie staat er. Boontjes. Ik heb net een paar tomatenstokken gezet, maar nu moet ik nog even op zoek naar draad om die vast te zetten. Zeker voor als de tomatenplant groter wordt. Ik ben echt kapot aan het zweten in de zee. Hallo, ik zit hier nu naast mijn worteltjes. Voilà. Maar ze staan veel te dicht bij elkaar, dus ik ga eens zien wat ik daaraan kan doen. Sommer. Ik weet niet of dat het goed is wat ik net heb gedaan, want worteltjes verplant je eigenlijk niet. Maar ze stonden veel te dicht op elkaar. En dat ruikt ook echt zo naar worteltjes. Ik ga een keer kijken of dat ik ze kan verzetten naar buiten. Worteltjes verplanten. Check! Volgende taak: flessen planten. Dit om de tomaatjes makkelijker water te kunnen geven. Ik vind de flessen niet, dus ik ga eerst alle stokken insteken. Dan ga ik water geven. En ik denk dat het dan ongeveer thuis tijd is. Want het is seizoensfinale. Ik heb hier met een aantal worteltjes gezaaid.
En nu ga ik een paar oude bomen hier aan mijn constructie zaaien. De zaaikracht van zaadjes vermindert met de tijd. Dus als ze ouder zijn dan zoveel jaar, heb je eigenlijk heel weinig nut nog aan. Maar ik smijt ze niet graag weg, dus ik zaai ze en zie dan nog wat dat er opkomt. Rode bietjes vind je bijna nergens in de winkel, wel op de markt. Dus ga ik ze ook zaaien. Hallo, we zijn 11 juni, de dag van de seizoensfinale van Thuis. En ik ga jullie nu even laten zien hoe onze tuin er nu bij ligt. Voor wie dit de eerste tuinvlog is, dit is in mijn ouders tuin gefilmd. Omdat ik bij mij thuis geen tuin heb, enkel een balkonnetje. Hier is spinazie gezaaid. Bonen zoals sojabonen, kidneybonen als suikerbonen. Wortels die ik verpot heb. Geen idee hoe dat het hiermee zal aflopen. Hier zijn er vers gezaaide worteltjes. Sla. Courgette die ik constant vergeet. Courgette. En hier heb ik net ook rode bietjes gezaaid. Hier heb ik zonnebloemen gezaaid, hierachter. Dit zijn sieruien van mijn vader. Dat is poes die waarschijnlijk nu alles gaat verpesten. Don't, please. Of gewoon op mijn beentjes komt liggen. Mijn vader heeft die boom nog maar net gesnoeid en hier ligt het snoeiafval. De compostbak die ik zeer binnenkort zal omdraaien. Stekjes van een curryplant die mijn vader heeft genomen. Lavendelstekjes die mijn vader heeft genomen. Vuiligheid die ik nog moet opkuisen. De originele curryplant die ik echt zo klein heb meegenomen van de markt. En nu sta ik hier voor de serre in de zon, dus kom maar mee naar binnen. Hier in de warme serre, maar vandaag is het minder warm dan gisteren. Tomatenplantjes, sla. Het is eigenlijk gewoon een afwisseling van tomatenplantjes en sla. Tomatenplant, paprika, paprika, paprika. Tomaat. En daar nog een eenzaam wortelplantje. Hier zit er een druivenlaar die elk jaar dus zeer overwoekert. En hier heb je nog dingen waarvan ik eigenlijk niet weet wat het is. Vooral onkruid en peterselie. En dat is ook tomaat, onkruid, misschien sla. En hier is Poes weer. Ze blijven hier wel graag. Het is nu nog 40 minuten voor het thuis begint ongeveer. Ben aan het denken of dat ik gewoon water ga geven of dat ik dan ook nog tijd ga hebben om het compost om te keren. Maar we gaan beginnen met water geven.
Ik dacht ik haal aardbeien, maar we hebben hier ook nog aardbeidjes staan. Die redelijk verblaarloos zijn, dus ga ik kijken hoe dat er mee is. Ik zie allerlei groene aardbeien, maar ik denk dat ze echt veel te dicht op elkaar staan om er iets mee te doen. Mega veel aardbeienplantjes, maar ik ben ook mega veel geneteld net. Maar ja, dat kan ik zelf niet plukken, want er zitten super veel brandnetels tussen. Plus ze staan echt veel te dicht op elkaar. Ik heb daar nog iets proberen aan te doen, maar ja, iets te laat vrees ik. Oh, dat doet geen deugd. Ik weet trouwens dat dit zonde is, maar dat doet geen deugd.